De Beuningse Caroline Pino was in de zomer van 1996 liftend op weg naar familie op een camping vlakbij Parijs. Daar is Caroline alleen nooit aangekomen. Ze werd doodgevonden langs een snelweg richting Parijs. Nu, 28 jaar later, zoekt de moeder van Caroline nog steeds naar antwoorden. Samen met de Peter R. de Vries Foundation vraagt zij opnieuw aandacht voor deze zaak. Ze was echt op weg naar de volwassenheid. Na 28 jaar weet ik nog steeds niet wie mijn lieve dochter Caroline om het leven heeft gebracht. En waarom? En Caroline is nooit aangekomen in Parijs, op de locatie waar ze met haar familie had afgesproken. Ze is voor het laatst gezien in Rennes, waar ze geld zou hebben gewisseld, wat eigenlijk niet op de route ligt. En zij is uiteindelijk dood aangetroffen enkele weken later. Ja, dat is natuurlijk dat je dan daar gevonden wordt en als ouders niet weet wat er is gebeurd. Wat is er in die laatste uren van Caroline de Leven gebeurd? Ja, dat is ontzettend verdrietig. Ja. Ik hoop natuurlijk dat er iemand zou zijn die daar iets over weet en die dat kon vertellen. Die dus gewoon het verhaal kan vertellen. Want kijk, de dader die hoeft al, dat is al een verjaarde zaak. Dus die hoeft ook, die krijgt daar geen straf voor. Is ook voor mij niet meer zo belangrijk. Het verhaal wil ik weten. Wat is er gebeurd? Want dat blijft dus en blijft je achtervolgen, eigenlijk. Altijd. Voor nabestaanden en achterblijvers, die krijgen vaak genoeg te horen inderdaad. Van, wordt het niet tijd dat je het een plekje geeft? Ben je er nou nog steeds mee bezig? Maar stel je voor dat het om jouw kind gaat. Om jouw ouders, om je broer of zus of je geliefde. Op het moment dat je niet weet wat er is gebeurd of waar hij of zij is in het geval van vermissingen, dan kan je daar, dat kan geen plekje krijgen. Het kan überhaupt nooit een plekje krijgen, maar dan al helemaal niet. Met de aandacht voor deze zaak hoopt Wil niet alleen dat de gouden tip binnenkomt, maar ook dat er iets gaat veranderen binnen de politiek. Je staat eigenlijk in de kou als nabestaande, omdat je heel veel vragen hebt en je weet niet waar je terecht moet. En zo'n ministerie van Buitenlandse Zaken die zegt dan ook, wij zijn er niet voor individuele zaken, maar voor het grote geheel. En ja, dan loop je overal tegenop. De politiek, dat ministerie van Buitenlandse Zaken, haar niet voldoende heeft ondersteund in welke stappen je moet zetten als ouder als je kind in het buitenland wordt vermoord. Nou, we hebben meerdere van dat soort zaken in onze campagne zitten, waarin ja, nabestaanden zeggen, het gaat om een Nederlander die in het buitenland is vermoord en we hebben hulp nodig hoe we dit moeten aanpakken. En dan zie ik dat het na 28 jaar nog misschien iets verbeterd is, maar niet alles.